Ik heb Believe in Me gezongen van Demi Lovato en ik heb nog een eigen nummer gezongen daarbij het akoestische. Ik ben Justin en ik les hier bij de popschool sinds 2 jaar. Mijn ouders die zijn zelf ook muzikanten, dus die schrijven ook eigen nummers en zo. Dus ik was ook al wel begonnen met nummers schrijven. Eerst was het nog een beetje van, nou, niet echt goed of zo. Maar ik ben dus ook nu aangenomen voor de singer-songwriter vooropleiding bij het conservatorium in Arnhem. En schrijf eigen liedjes. Ik ben ook bezig met een eigen cd opnemen nu. Dus ik vind het heel erg leuk om zo op die manier mijn gevoelens te uiten. Ik ben er wel een beetje mee opgegroeid. Zeg maar, mijn ouders die zaten al vroeg zeg maar, in de soul, in de gospel muziek. En eigenlijk van jongens af aan was ik al aan het zingen, met de karaoke meezingen of wat dan ook. En ik heb het een tijdje niet gedaan en toen ben ik het weer op gaan pakken bij die andere school en toen weer bij de popschool. En ik vind het gewoon heerlijk als hobby, gewoon naast mijn werk, naast mijn andere bezigheden om lekker op te treden. Naast het lessen. When a man loves a woman, yeah, can't keep his mind on nothing else. He'd trade the world for the good thing he's found. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. If he puts her down. Ik heb zangles, dus tijdens mijn zangles gewoon mij ook aan te blijven moedigen. En mij ook echt te helpen, goede opbouwende kritiek te geven. Dus me niet af te kraken op dingen die ik dan bijvoorbeeld nog niet zo goed kan. Me te motiveren en ja, gewoon goede docenten zijn het, ja. Ik krijg van Jessica Komenles, de eigenares hier. En dat vind ik gewoon fantastisch. Ik bedoel, ik heb hiervoor al bij een andere school gezeten. Maar ik moet zeggen, de popschool vind ik toch wel... Ja, meerdere vlakken er wel bovenuit springen. Zeg maar, kijk naar dit festival, waarin iedereen zeg maar, een podium krijgt om zijn eigen talent te laten zien. De ene voelen zich wat lekkerder erbij, voor de ander is het nieuw. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen wel gewoon de mogelijkheid krijgt om op te treden. Zeker als je ook lest. Veilige sfeer. Ik heb wel vaak, ook als ik moet optreden of zo, dan voel ik me altijd heel zenuwachtig omdat ik bang ben om fouten te maken. Maar bij de popschool is het heel veilig. Dus ze hebben gewoon een soort van, ja, ze staan voor mij bekend als een plek waar je gewoon onbeperkt fouten kan maken en zo vals kunt zingen of spelen als je wil. Maar het maakt niet uit. Sommige mensen die kraak je er juist op af of zo. Of dan krijg je van die afkeurende blikken. Maar hier is het zo van, nee, goed zo, ga maar door, je komt er wel. Dus dat vind ik wel echt heel fijn, ja. Ik heb dan eens in de 2 weken les. En dat kan ik alleen voor mezelf spreken, maar als ik dan een half uur met Jessica aan het experimenteren ben, dan merk je dat je zoveel uit een half uur kunt halen. Dat is 1 voorbeeld, maar ook gewoon dit soort evenementen. Wat de popschool ook organiseert, zeg maar in Ede, qua evenementen, niet alleen dit, maar ook bijvoorbeeld het Sunday Jazz Café, waar ze ook initiatief voor nemen. En dat zijn gewoon dingen dat Ede nodig heeft. Dat gebeurt nu nog te weinig, vind ik. Maar de popschool probeert er echt wel... voorop te lopen, zeg maar. Dat vind ik heel goed aan de popschool. Ja, dat wil ik wel. Vooral omdat ik graag wil proberen door middel van mijn muziek mensen, dan vooral mijn generatie, dus de tieners en de jeugd, een beetje weer aan te sporen om te laten zien dat het goed ook niet zozeer saai hoeft te zijn, laat maar zeggen. Omdat je heel vaak liedjes hoort die ze aanmoedigt om bijvoorbeeld drugs te doen of zo. En dan heb ik zoiets van, ja, wat wil je daar nou weer mee bereiken? En ik wil juist proberen om een beetje een soort van role model te worden. Aangezien mensen toch wel vaak dingen kopiëren van beroemdheden of zo. Ja, het is echt een uitlaatklep. Ik denk heel veel mensen het zeggen. Maar wat ik voor mezelf merk is, dat als ik aan het zingen ben, dan maakt niet uit waar je mee bezig bent. Dan laat je dat gewoon even achter je. En dan ben je alleen maar bezig met dat ene optreden. Of met je les, of met het voorbereiden van een nummer. En dat gaat dan veel verder dan een nummer alleen. Het is gewoon echt een manier om jezelf te uiten. Dat vind ik heel mooi in muziek. That is what you...